Nou, gezellig. Wat? Nou en? Alles is geweldig. Toch? Hier staat de mekkerstaaf. Dus ga je hoor. Staat die aan? Nou goed, dan ga ik lekker even oplossen in Bliss. Wat is voor jou het verschil geweest in de praktijk toen zelfrealisatie plaatsvond en ontwaken? Wat is daar kenmerkend verschil in het dagelijks leven? Oh. Ik heb geen idee. Het is allemaal nogal lang geleden, dus ik moet bekennen dat alles voor mij zo gewoon is. Dus ik kan me amper voorstellen hoe het is om te zijn zonder compleetheid. Of buiten compleetheid of weet ik veel wat. Ik heb er vage noties van en gelukkig word ik soms als mensen zo op dat bankje voor me gaan zitten of soms hier in satsang aan herinnert dat het mogelijk is om niet wakker te zijn. Of in ieder geval daarvan overtuigd te zijn. Maar ik heb eigenlijk geen idee. En ik geloof ook niet dat ik goed die twee, dus de verschuiving van de persoon naar bewustzijn, of het uit bewustzijn vallen, of hoe we dat zeggen willen, ik geloof niet dat ik dat goed kan onderscheiden. Ik weet niet of er een, of het tegelijkertijd was eigenlijk, of het een na het ander. Maar hoe weet je dan of je verlicht bent of ontwaakt? Omdat het verschillend is. En daar ben ik dus benieuwd naar wat dan het verschil is. In het ene geval leef je als compleetheid. En alles valt daar binnen, in het andere geval ook, maar dan weet je dat zelfs de compleetheid een illusie is. Dus I am, bedoel je? Yes. En er is niks met illusies, hè? Dus illusie betekent niet slecht of minderwaardig. Alleen zelfs bewustzijn is niet waar. Ja, dat is een waarneming. Voilà. En weet jij nog het eerste moment dat je dat dan realiseerde? Dat je dat was en niet de waarneming? Nou, in die zin van dat ik het pas de tweede keer realiseerde dat het er al was. Gebeurde, wist ik niks. Dus ik kon dit systeem alleen maar schrikken en zoiets van, what the fuck? Want alles was weg. Ik heb in een andere satsang van jou gehoord dat je toen dus I am zag opkomen. Dus, ja, maar toen wist ik nog niet dat dat zo heette. Ik wist dus niet wat er gezien werd. Want ik had geen spirituele taal. Er was niemand die me iets kon uitleggen. En pas een paar jaar later liep ik tegen de boeken van Nisargadatta en Alexander Smit aan. En daar stond gewoon wat ik wist of wat er gebeurd was. Ik wist niks, maar... Nee. En jij doet zo, is dat dan de Big Bang? Ja. Wat je zag? Ja. En je zei eerder dat de Big Bang eigenlijk niet één keer is gebeurd, maar constant gebeurt. Nou. Ja. En is dat dan als je je ogen knippert, of?
dat je, want dan zie je niks en dan zie je weer iets. Je neemt de wereld. Nee, dat heeft niks met knipperen te maken. Zijn en niet zijn hebben de neiging om zich razendsnel af te wisselen. Alleen dat gaat zo snel dat het, doordat onze, de frequentie van onze mind vrij hoog is, dat we dat niet zien. Maar als we heel stil worden, dus bijna helemaal verzonken zijn, kan dat opvallen. Dat het een soort knipperlicht is. Een wat? Knipperlicht. Een stroboscoop. Razendsnel. En dat gaat zo snel dat wij denken dat er een doorlopende waaktoestand is of whatever. Maar zoiets bestaat helemaal niet. Het is aan, uit. En daarachter, als het ware, is het absolute. En die is daar getuige van. Alleen die vindt niks en die noteert niks. En het maakt niet uit ook of bewustzijn aan of uit is. Of het zijn of niet zijn er is, zal ik maar zeggen. Ja, want dat is er altijd. Yes. Ja. En dat knippert niet. Nee. Nee. Oké. Ik heb iemand gesproken die zijn ervaring deelde over dat. Hij zei dat hij zag dat er een oog naar binnen keerde en zichzelf zag. Maar dat is een vertaling van de mind. Want dat gebeurt niet, net zo min als dat knipperen echt gebeurt. Maar dat is de vertaling van de mind, want er is daar geen taal, er zijn geen woorden, er zijn geen concepten. Bedoelt hij dan hetzelfde wat jij bedoelt, I am, of bedoelt hij... I don't know. Dan zou ik het met hem erover moeten hebben om te kunnen voelen of checken. Maar het zou kunnen. Het lijkt zou kunnen. I am dan op een oog? Nee. Nee, het is toch gewoon een explosie? Ja, maar nogmaals, het is een vertaling van iets wat geen woorden heeft of wat vooraf gaat aan woorden. Dus ieder woord zit ernaast. En ik vind op zich die beschrijving wel geestig. Want inderdaad, normaliter kijkt bewustzijn altijd een kant op. Net zo goed als de mind eigenlijk altijd vooruit kijkt, tenzij die in het verleden zit. Maar dan nog is het voor het geestesoog. Ja. Dus de normale neiging is altijd vooruit. En als ik het wel eens heb, en dat is op het tussenlevel van de geest terugbrengen naar zijn bron, bedoel ik dus dat de aandacht, die altijd naar voren gericht is, naar een object, zich omkeert om te kijken naar waar die vandaan komt. Dus daar lijkt dat op. Ja, dat is precies wat hij beschreef. Ja, maar dat is voor mij de ontdekking van bewustzijn. Dus ik zou het met hem daarover moeten hebben, of haar, om te zien wat er gebeurd is. Of ja. Voor zover dat überhaupt van belang is. Ja. Oké, dankjewel. Thanks. Goedemiddag. Vincent. Ik heb een vraag over het ontwaken en verlichting en ook die pingpongperiode, om het zo maar te noemen. Op basis van de waarneming dat zo'n moment helderheid zich kan afwisselen met weer een moment van identificatie, trek ik ergens de conclusie dat een eerste of tweede ontwaken niet per se een garantie is voor verlichting. Klopt. Er zijn geen garanties. Zijn er elementen, en zo ja, wat zijn die elementen dan, die het verschil kunnen maken? Er zijn heel veel elementen die het verschil kunnen maken tussen wel of niet ontwaken. Er zijn geen aanwijsbare elementen voor realisatie, behalve verblijven in ik ben. Niet zo dat, daar riep heel duidelijk, en daar hadden wij het gisteren of eergisteren ook over, van als je verblijft in ik ben, of ik zeg liever als ik ben, want dan is er niet meer de dualiteit van mij en die I am, of het bewustzijn. Dus verblijven als ik ben, dan zal bewustzijn haar geheimen onthullen. Aha. En dat kan dus of leiden tot awakening, of de hele boel die valt uit elkaar. En welke van de twee gebeurt, ik zag geen argument of predispositie of talent of omstandigheid kunnen bedenken die voorspelbaar duidelijk maakt dat het een of het ander gebeurt. En of het een of het ander gebeurt. En of en in hoeverre het doordringt. Ik meen wel eens iets te hebben gelezen dat een volledige bereidheid om alles op te geven. Yes, yes. Maar er zijn ook lui die just stumbled onto it. Dus we kunnen wel zeggen van een volledige bereidheid
om alles op te geven of do or die, zal ik maar zeggen, is niet ongunstig. Maar er zijn een heleboel radicaaltjes op dat vlak en die zijn nog net zo dom als vorig jaar. Dus het is geen garantie. En ik hou daar wel van, behalve met spullen. Dus in dit veld, het geen garantieprincipe vind ik heel cool. Want zouden er wel garanties zijn, dan was het net als in de meeste religies gewoon een handeltje. Ik gedraag me braaf en dan kom ik in de hemel of whatever. Dan ben je niet braaf, je doet alsof, you're faking it. Of ik gedraag me netjes in het seculiere niveau, want anders ga ik in de gevangenis. Maar ja, je bent dus niet braaf, je bent gewoon bang. Zeg dat dan. Ja, je zegt eigenlijk van als je garanties zou willen, dan betekent het dat je aan het vluchten bent voor iets. Ja, en wie garanties wil, die is er niet aan toe. Dat kun je wel vrij goed zeggen. Het geeft ook aan dat als we garanties willen, dat we geen werkelijke interesse hebben. Als ik muziek ga maken en ik krijg van tevoren de garantie dat het een nummer wordt beter dan Bowie's beste nummer, ja, dan is het geen muziek maken, dan is het geen interesse, dan is het geen onderzoek. Dan is het gewoon uit zijn op iets, een handeltje, waarbij het natuurlijk onmogelijk is. Maar ik ga geen beter nummer dan Bowie maken in ieder geval. Wel beter dan zijn slechte nummers, dat wel. Dat is niet zo moeilijk. Ja, interessant. Ik vraag me dan nog af van hè, die elementen als het gaat om die ontwaken meer... wat is het juiste woord? Uitnodigen. Eigenlijk zijn dat dan sowieso die bereidheid om alles uit handen te geven. Dat denk ik. Dat is wel overtuigingen mooi. Onderzoeken, dingen doorvoelen. Af en toe eens even experimenteren met iets. Ja, en dat onderscheidingsvermogen, zodat je herkent van, oh wacht, nu is er een bepaalde conditionering die optreedt, dus what's going on? Okay. Ook het onderscheidingsvermogen van wanneer wat aan de orde is. Dus niet proberen zelf aan het stuur te zitten, maar gewoon goed te voelen en te luisteren en te kijken. Ik moet nu iets lezen of juist nu niet. Of er wil nu iets innerlijk aangekeken worden en dus moet ik geen YouTube-filmpje aanzetten. Of er is nu een staat van heelheid of the natural state. Mooi, dan kan ik daarvan genieten of Netflix kijken en bier drinken. Want het groot voordeel van zowel ontwaken als realisatie is dat je altijd kan Netflix kijken en bier drinken. Nou kan ik daar niet meer tegen. Ja, Netflix kijken wel. Maar dat is dan een beetje jammer, maar dat is meer de leeftijd. Ja, nou, je leest wel eens de prioriteit zou moeten zijn zelfrealisatie. Ja, I would say so. Dus okay. Dan wordt al het andere secundair, niet onbelangrijk en waardeloos. De hond moet nog steeds eten hebben als die leeft. En dat soort zaken. Maar de hond gaat niet mij vervullen of iets dergelijks. In die toestand wil je gewoon weten hoe het zit. En het maakt niet uit wat het kost, overhoop haalt, oplevert. Of het complimenten van de omgeving genereert of juist niet. Ik wil gewoon weten hoe het zit. En al het andere is daarmee secundair. Dat is de liefde voor de waarheid, toch? Yes, ja. En daar is dus een enorme interesse hebben. Net als de schilder die, zoals ik wel eens eerder zei, gewoon moet schilderen. Het is niet eens per se dat hij het leuk hoeft te vinden. Het moet. Ik heb al eens gezegd, Bowie vond muziek maken niet leuk. Hij moest. Nou, het is ergens ook wel grappig dat die interesse dus niet een garantie is. Dat vind ik uiteindelijk toch wel grappig. Maar de grap is ook, van op het moment dat wij ergens werkelijk interesse in hebben, zijn we eigenlijk al helemaal niet meer met het doel bezig. En of het lukt of niet. Er is gewoon interesse in het ontdekken zelf. En dat leidt dan waar het toe leidt. Dus in die zin lijkt dan interesse een beetje, een woord wat ik niet graag gebruik, maar soms moet, lijkt die interesse een beetje op liefde. En als er werkelijk wordt lief gehad, gaat het niet om wat het oplevert, maar de liefde zelf is de beloning van de actie. Nou, de interesse hierin, voor mij was op een gegeven moment ging het ook niet eens meer over het resultaat, terwijl het meteen duidelijk is dat ieder resultaat wat ik verzin een bedenksel is.
Want als je niet wakker bent, weet je niet wat het is. Als je niet verlicht bent, weet je ook niet wat het is. Dus je hebt daar iets van samengesteld, van beeld, symbool, gevoel, wat je gelezen hebt. Maar het doen van ontdekkingen, het zien ineenstorten van overtuigingen of angsten of nou ja, andere zaken, dat proces zelf is zo verschrikkelijk interessant. Of te gaan ontdekken dat er een binnenwereld is die geobserveerd kan worden. En dat je dus niet alleen maar met die buitenwereld bezig hoeft te zijn. Weet je wel, dat je dus heel lang hooguit de helft van de wereld gezien hebt. Doordat de binnenwereld onbekend is en verward en vervuild, ligt het voor de hand dat je zelfs die buitenwereld eigenlijk niet goed kan waarnemen. Nou, dat soort dingen ontdekken en spontane ontdekkingen doen van waar je niet eens mee bezig was, wat ik dan noemde antwoorden krijgen op vragen waarvan ik niet wist dat ik ze had. Weet je wel, dat proces aan zich is al fantastisch. Maar die interesse kan ook groeien. Yes, en die groeit daar dus door. Doordat je merkt dat je vrijer wordt, dat je reden beter gaat werken, je intuïtie, je onderscheidingsvermogen, dat je dingen durft aan te kijken en te voelen waar je daarvoor altijd voor op de loop was. Alleen dat al is gaaf. Nog los van of je dan ontwaakt of whatever. Je voelt dat je meer wordt wie je eigenlijk bent, zou ik maar zeggen. En het effect is toch altijd anders dan je je voorstelt. Yes. Ja. Dus het verrassingselement erin is, ik vond het erg prettig. En gaandeweg word je er beter in, dan worden bepaalde processen misschien wat meer voorspelbaar. Maar dan nog zijn er altijd schitterende ongelukken die je niet zag aankomen. En ja, dat is gewoon heel erg leuk. Dus in die zin is mijn leven al heel lang saai. Ik ontdek geen reet. Daarom lees ik boeken. Dat is dan weer wel leuk. Oké, dankjewel. Thanks. Dus ik was eigenlijk lekker aan het lezen zo. Maar ja, toen moest ik weer hierheen. Ik ben in een handvol scherven aan het lezen. Ja, goed boek, hè? Ja, ik vind het leuk. en toen kwam ik een paar dagen geleden tegen van hoeveel je soms aan het doen bent. En jouw tip erin van ga eens een uur gewoon op een stoel zitten en controleer eens. En ik doe dat sowieso soms wel eens, dat ik merk van wow, oh, al die impulsen die dan komen. Maar ik dacht van ja, maar dan ben ik eigenlijk toch nog steeds iets aan het doen, want dan ben ik aan het observeren. Dus kan er wel niet doen zijn? Dat kan wel, maar dat is dus lastig om te ontdekken wat dat precies is. En daarom is het leuk om te experimenteren. Want natuurlijk is dat dan iets doen, op een stoel gaan zitten en kijken, voelen, luisteren. Maar er valt heel veel in te ontdekken. En er kan bijvoorbeeld ontdekt worden dat ik als persoon kan gaan zitten observeren of dat ik opmerk dat het observeren er al is. En dat is niet iemand die dat doet. Het staat gewoon aan. Altijd. Althans, in de waaktoestand en de droomtoestand. Ja, ik denk dat ik daar heel soms wel eens ben, want ik heb dan af en toe, en dan is het, oh, maar dit is toch raar? En dan zit meteen mijn mind er alweer overheen. Right. En dan ja, ben tuurlijk. Ik me dan ook weer bewust van. Dus die wil, heel die vaak, wil dat niet. Dus dat is ook alweer grappig ergens. Sure. Maar het is dus leuk om, en we beginnen altijd vanuit een doen omdat we niks anders kennen en dat is helemaal niet erg. Om proberen op te merken dat dat gewaarzijn of observeren of hoe je het wil noemen er al is. Voordat ik iets wil of weiger of probeer of verwerp, is het er al. Dus het is eigenlijk het enige wat geen doen is, maar zijn. Zijn ziet nu helemaal. En volgens mij is mijn mind daar dan als de kippen bij en dan wordt het alweer iets doen. Dat is prachtig, maar ook dit wordt gezien. Met en zonder kippen. Het wordt gezien. Dat vond ik nou juist een van de leuke dingen van Advaita, dat je daar niet omheen kunt. Zelfs als je gaat beweren, er is geen zijn, moet het zijn er al zijn, want anders kan je het niet zeggen.
Dus ik hoef het niet te geloven, ik kan het gewoon checken. Ja. Daar ga ik er maar staan. Ik ben de laatste tijd heel erg aan het observeren wat mijn hoofd allemaal denkt en doet. En ja, ik kom er steeds meer achter hoe eigenlijk alles, het vindt overal wat van. En dan kan je juist daardoor niet echt zien wat het echt is. Zo, en ik denk, ja, waarom moet ik daar weer wat vinden en daar weer wat, en dat vind ik stom en dat vind ik raar. Dus ik kom, en toen voelde ik eigenlijk voor het eerst wat zijn was. Omdat ik denk, oké, ik kon mijn hoofd heel goed observeren. En ik kon dus heel goed eigenlijk voor het eerst voelen zonder oordeel daar te zijn. Cool. Dus dat was wel een vernieuwing voor mij. Wat is het voordeel van veel oordelen? Ik denk dat ik dan weet wat het is, dan dat het niet nieuw is. Oké. Zoiets, denk ik. Dat is een interessante vraag om uit te zoeken waarom dit gebeurt. We doen zelden iets zomaar, dus er zitten voordelen aan, zelfs de meest voor onszelf irritante dingen. Dus in plaats van te zeggen van dit moet aan de kant en het is niet goed, het systeem doet dat ergens om. Het is leuk om uit te zoeken wat dat is en je hebt kans dat als je heel goed in beeld hebt wat het nut ervan is, dat het dan de neiging krijgt om zwakker te worden. Ja, ik denk dat het een soort van veiligheid is, van dat ik alles beter in kan schatten. En, je hoeft het nu niet allemaal op te noemen, maar gewoon om dat eens als onderzoekspunt te nemen. En eerst kijken wat je nu doet, van nou, ik denk dat het dit en dit en dit is. En dan gewoon, als het oordelen bezig is, daarnaar kijken en dat voelen en kijken wat het zelf wil zeggen. Dus we kunnen inschatten door ervaring en kennis wat iets kan zijn. En vervolgens een tandje dieper gaan om vanuit de beweging zelf te horen of intuïteren of voelen wat het motief is. Ja. Want soms zijn goed getrainde neigingen, hebben de neiging om door te lopen terwijl eigenlijk de basisoorzaak of de reden al behoorlijk overbodig is geworden. Het is eigenlijk nu niet meer nodig. Vroeger was het nodig. Ja, possibly. Of een heleboel ervan in ieder geval niet meer. Maar omdat we dan nog niet helemaal doorhebben wat het motief is, blijft het dat maar doen. Ja, een automatisme waar je niet bewust van bent. Yes. Want we hebben dat flink getraind. Ja, dat is een training vanaf kinds af aan. Yes, en iedereen doet dat, dus het lijkt ook nog normaal. Ja, dat is wel grappig. En ik had nog iets over verbinden. Maar dat is eigenlijk niet iets wat je doet, dat is eigenlijk iets wat er is, of niet? Als je helemaal open bent. Ik weet niks van verbinden. Oké. Ik doe daar niet aan. Verbinden suggereert tweeheid. Ja, dat wou ik ook zeggen, ja. Die ervaar ik niet, dus ik zou niet weten hoe ik moet verbinden of ontbinden. Ik kan de golf niet uit de oceaan tellen. Nee, maar dat is dus ook altijd wat ik dus altijd heb gevoeld. Want ja, veel in spirituele kringen hebben ze het vaak over verbinden. Ja, ik kon zeker. Er niks mee. Right, omdat het onzin is. Het is brugklaspraat. Plus het is heel typisch altijd, degene die daarover babbelen, die voelen zich dus heel zielig en klein en alleen en los van alles. En dan willen ze verbondenheid. Alsof ze zes zijn. Nee. Oké. Ik heb liever heelheid of compleetheid, daar past alles in. Dat is alles. No problem. Nee, dat voelt ook veel natuurlijker dan. Ja, en het is een dynamisch iets. Dus soms kan het zich heel erg concentreren omdat het prettig vindt op dit ding. En soms kan het complete universum omarmen als het ware. Of zelfs dat is fout. Zijn. En dat fluctueert gewoon. Ik vind het prachtig. Dus soms kan het zich
dan lijkt dat vernauwen, maar ik zou zeggen concentreren. En dan is er op in deze beleving Hans en een tekst. En dan zou iemand van buitenaf kunnen zeggen, hij is onverbonden nu met Kasia bijvoorbeeld. Want als die dan binnenkomt, dan is het gauw weg. Want ik ben aan het lezen. It's not a problem. En die compleetheid is er nog steeds. Alleen de aandacht is geconcentreerd op één ding. En eigenlijk ga je daar dus een tekst aan verbinden en ja, dan zou ik nu afgescheiden zijn. En als ik iedere keer als iemand binnenkomt wandelen, oh wat leuk, dan zou dat verbondenheid zijn. Nee, soms is dat leuk, soms niet. Maar het is nog steeds compleet. En er is nog steeds niks mis. En de okéheid klinkt op de achtergrond. Dus een ding, en dat is dan een linkje met het oordelen, is dat we door dat te doen de hele tijd fijn A tegenover B kunnen zetten. Maar we komen nooit bij C. En dan zeggen we altijd dat of A of B slecht is. En dan moeten we dus naar het andere uiterste. Want dat zou dan goed zijn. I think it's stupid. Ik geloof niet in A en niet in B. Wel in dat wat de dualiteit overstijgt, als het ware. Waardoor die dualiteit of de paradox ophoudt te bestaan. Ja, raar dat we het eigenlijk allemaal zo in dat oordeel zitten. Dat we dat ook... Je versterkt het ook, hoe ouder je wordt, als je er niks mee doet dan. Mm-hmm. Dan wordt het groter en... Het kan zo sterk worden dat mensen je betrouwbaar gaan noemen. Want zij vindt al 30 jaar hetzelfde. Ik heb dan altijd zoiets, dan heb je 30 jaar niks geleerd. Maar... Ja, ik ben dus eigenlijk veranderd. Ja. En dat voelt voor mij als onbetrouwbaar. Maar ja. Nu je het zegt, voel ik ineens, ja, dat heeft daar niks mee te maken. Nee, zeker niet. En sowieso, mensen zijn per definitie onbetrouwbaar. Dus that's all right. Daar kun je op vertrouwen. En voor de rest zijn het veranderlijke wezens. Waarom? Omdat zijn altijd in wording is. Niets blijft hetzelfde. Dus het zou heel raar zijn als er heel langdurig iets zo is. Of zo gezien wordt. Verder is het nog wel van belang om op te merken dat er een verschil zit tussen veroordelend zijn en oordelen. Want oordelen is basically neutraal. Dit is een glas en dit is een klokje. Het zijn oordelen. Lijkt me heel nuttig. Maar dat is dan meer onderscheiden? Ja, zeker. Niet, ja, de oordeel yes. Onderscheiden. Ja. Oordeel heeft een beetje een negatieve klank. Ja, daarom zeg ik het ook. Ja. Net als discriminatie heeft een negatieve term, maar het betekent gewoon onderscheid maken. En niemand kan zonder. Tegelijkertijd, vanuit dat perspectief, vervallen al die dingen. Want dan is er alleen maar zijn in wording. Dus ik vind het hartstikke leuk om een beetje als het ware naar voren te bewegen als ik iets aan het schrijven ben. En lekker dingen tegenover elkaar zetten. Dat vind ik waardeloos. Maar het is de hele tijd in dat. Eigenlijk op een ander level vind ik er geen ruk van. Maar ja, ik kan niet de hele tijd opschrijven. Ik vind er geen ruk van. Want dan koopt helemaal niemand het. Ja, maar duidelijk. Dus je kunt, als je er los van bent, kun je gigantisch genieten van je veroordelingen. Nou, dank je. Cool. Ik heb vannacht een angst ontdekt. En dat had te maken met niet praten. En dat wil ik graag van jou horen hoe dat voor jou was en wat jij daarover te zeggen hebt. Wat er gebeurde is dat ik 's nachts wakker werd en toen ging ik verblijven in zijn. Op een gegeven moment merkte ik schokjes, dus dat ik soort van dieper ging. Toen schrok ik gewoon eruit, dus ogen open, alles. En vervolgens zat ik een paar uur in een soort van staat dat de mind verdoofd is. Dus later ontdekte ik een angst van, als ik doorpak, wat bedoel ik dus met dit proces voortzetten?
dan kan het zijn dat ik misschien een tijd niet wil praten met mensen die om mij heen zitten over ditjes en datjes. En dan komt het dus naar buiten, want dan gaan ze vragen waarom wil je nu niet op visite komen of waarom wil je nu geen contact. Ja, dan komen ze erachter dat ik met best wel radicale shit bezig ben. Ja, ja. En dan ben ik niet meer incognito. En dat was dus de weerstand tegen het doorpakken. En ik hoop dus dat jij iets gaat zeggen waardoor ik denk, ja, fuck it. Ja, dat is een groot risico. Ik zou daar gewoon mee ophouden. Ja, ego kan allerlei angsten verzinnen om proberen het proces te frustreren. Trap er niet in. En net zoals met andere dingetjes van dat wat er bang is voor dat er zus of zo gebeurt, is er niet als het gebeurt. Ja, dat voelde ik. Want dat, dus het slaat gewoon nergens op. Ja. En mijn ervaring is dat ook al wordt iemand heel sterk naar stilte getrokken, als er iets nodig is, dan wordt het wel geregeld. Op wat voor manier dan ook. Ja, maar je kunt je voorstellen als ik naar mijn moeder kom en ik zeg ik wil water, dat ze dan heel erg bezorgd wordt. Ja, natuurlijk. En zo kunnen we dus allerlei horrorscenario's verzinnen. Maar het is leuker om gewoon open te blijven en te kijken wat er gebeuren wil. Hm. Ook als er eens een tijdje niks gezegd wordt. Want herken je dit in de fase dat jij veel wilde zijn? Ja, Hans praat graag. Die hoort zichzelf zo graag praten. Ik can't shut up. Nee, ik kan uren per dag stil zijn nog steeds. Het maakt niks uit. Maar als er iets nodig is, dan doet hij zijn mond open. En vroeger in periodes waar we het van de week ook over hadden, dat ik de neiging had om urenlang te zitten. Ik noemde dat geen mediteren, maar ik ging gewoon zitten. Was er inderdaad nul neiging om waar dan ook op te reageren. Ja, dat bedoel ik. Dus moesten ze soms ook even van, nee, je moet satsang doen of eten. Ja, hoe ging je omgeving daarmee om? Vrij gemakkelijk. Hard genoeg schudden. Zodat hij eruit kwam en zijn bordje leeg ging eten of whatever. Ik merkte toen dus, stel op dat moment, als er een inbraak binnen zou komen, dan zou ik niet op zijn gestaan. Right. Dan zou ik niks gezegd hebben en zou ik gewoon blijven zitten. Ja, dat was de overtuiging. De verhaaltjes gaan rond dat Ramana Maharshi wel eens ergens zat en dan zat hij daar gewoon lekker. En dan kroop er een gevaarlijke slang over hem heen. En dan waren anderen in paniek en hij zei, goh, de aanraking was heerlijk cool. Ja. Of dat hij een keer stond te pissen en dan zag hij een jaguar of zo. Nou, ze keken elkaar aan en iedereen van, weet je wel, hij stond gewoon te kijken, de jaguar stond gewoon te kijken. En, ik geloof niet dat hij het erg gevonden zou hebben om opgegeten te zijn. En daarom was er blijkbaar, willen die mythische verhalen, geen reden om Ramana op te eten. Nee, want in die staat was geen angst. Dat heb ik ervaren. Het is een angstloze toestand. Ja. Dus daarom zei ik al, als dat al gebeurt, degene die zich daar druk om maakt, is daar niet. Nee. Dus dan staan anderen misschien van, what the fuck, ze zegt niks. Of ja, nou en? Ik heb verhalen gehoord van heel jonge mensen die, waarvan gedacht werd dat er iets met ze mis was, want ze zeiden niks. Terwijl ze alle tekenen vertoonden van zeer intelligent te zijn. Ja, inderdaad, ze waren zo intelligent dat ze misschien, laten we zeggen, op hun 12e een keer zeiden, er was nooit reden toe. Of, jullie snappen toch niks. Mm-hmm. Nou ja, dat wordt dan vanuit normale psychologische oogmerken gezien als een ontwikkelingsstoornis. No, it's not. The little shithead is awake. En ziet dat de rest in slaap is. En waarom zou je praten met slaapwandelaars? Ze zetten dat bord toch wel neer.
Ja. En weet jij hoe het komt dat je dan, als je je zo forceert om te praten, dat het dan zo langzaam gaat? Ja, omdat het niet de bedoeling is. Het hele systeem wil dat niet. Nee. En dat dwing je daartoe. Nou, dan gaat het wel met horten en stoten. Maar ja. Er is geen enkele innerlijke animo om iets te zeggen of te doen. Het is niet eens zo, tenminste wat ik me ervan herinner, van dat er een weigering is om te handelen of te reageren. Het komt gewoon niet op. Ja. Ik heb van die momenten ook gehad, vroeger dan, nu niet meer, want nu ben ik normaal. Maar dat ik echt wel zag dat iemand tegen me aan het praten was, maar ik kon niet eens onderscheiden in welke taal. Dus ik wist niet welke taal, ik wist niet waar ze het over hadden. En ik zag ook geen enkele reden waarom ze tegen me aan zaten te ouwe hoeren. Dus als er al iets opkwam, het was eigenlijk het enige, shut the fuck up. Ja. Maar dan zonder woorden. Of gewoon een soort verbaasd kijken van, is er werkelijk iets waar je je zo druk om kan maken dat je daar woorden aan kwijt wil? Want in de eigen beleving, zal ik maar zeggen, was er niets. En dus ook niets aan de hand. En geen enkele reden om welke actie dan ook te ondernemen. Ja, ik besef dat ik met dit wel geconfronteerd werd met dat als ik doorpak. Dat ik wel eens, dat mensen kunnen gaan denken dat ik gek ben. Natuurlijk. En dan hebben ze gelijk. Want gek betekent alleen maar afwijkend van de norm. Dus ja, iemand die niet praat en niet reageert, dat is gek. Toch is er iets in mij dat denkt, dat wilt, dat alles toch ineens stort. Sorry? Toch is er hier iets dat denkt, I'll do it anyway. Ja, natuurlijk. Ga maar proberen het tegen te houden. Als het proces eenmaal aanstaat, dan staat het aan en daar helpt geen moedertje lief aan. Nee, ik heb het gevoel dat ontwaken juist een begin is. En niet van, nu is het er. Sure. Het is juist nu een begin van, als je doorpakt dan, hè. Ik kan natuurlijk ook, ik kan het niet. Je kunt je best doen om proberen het tegen te houden. En het gaat niet lukken, het gaat wel, als je dat probeert, vervelende bijverschijnselen krijgen. Ja. Het is net zoiets als proberen in een rivier te stoppen. De rivier wordt niet moe, ja wel. Dus het is gewoon niet handig. En als het gewoon zijn natuurlijke of ideale loop kan hebben, dan everything will get sorted out. Ja. En als daar een tijdje voor nodig is, wat minder activiteiten en wat minder interacties en dat soort dingen, ja, dan is dat zo, maar al die fases, die worden weer opgevolgd door anderen. Ik zei van de week al, ik heb een paar jaar gehad dat ik niks las, nergens naar keek, dus geen tv of whatever. Niet omdat ik daar een negatief oordeel over had, maar er was geen enkele innerlijke motivatie. De motivatie was om heel veel, voor zover dat kon, in mijn eentje stil te zitten. Ja. En daarnaast gewoon te doen wat er dan gedaan moest worden, dus het uiterst noodzakelijke. Je moet toch een keer iets zeggen tegen je kinderen, of bijvoorbeeld, ga weg. Ja, ik heb dat nu dus ook en dat vind ik, aan de ene kant is er iets dat opkomt van, zielig voor je dochter, dat je er nu minder aanwezig bent, maar ik kan ook niet anders. Right. En daarom zeg ik altijd maar, niemand moet aan kinderen beginnen voordat hij ontwaakt is. Ja. Want als ze er zijn en het proces is bezig, is niet leuk. Als je niet wakker bent en ze zijn er, is het niet leuk voor ze. Het enige nadeel is dat de kans vrij groot is dat als je eenmaal ontwaakt bent, dat je die krengen dan niet wil. Ja, dat klopt. Wat natuurlijk niet erg is, want ik heb nog nooit een ongeboren kind horen klagen. Terwijl alle kinderen die ik ken, klagen. Vooral over hun ouders. Alle therapeuten en psychologen worden ook helemaal gek van de ouders, want daar wordt over geklaagd. Dus, ouders deugen niet.
Ja, en het is best gewoon wel heftig om te ervaren dat je nergens meer in geïnteresseerd bent. Ook niet in je eigen kind. Terwijl je natuurlijk van je kind houdt. Dat is alleen nog dat maar wordt gezegd. Sterker geworden bij mij. Omdat er geen afgescheidenheid wordt ervaren. Dus als ik haar zie, is het anders dan voorheen. Maar de interesse, maar dat is dus niet alleen naar haar, gewoon naar alles. Yes, dus dat is ook niks tegen haar. Nee. En gelukkig hebben ze vaak een heleboel levensenergie. Dus dan gaat er toch iets ontstaan van een of ander dansje. Ook al heb jij vanuit jezelf daar niet zo'n interesse in, kan dat toch gespeeld worden of geluisterd of whatever. Ja, we doen nu activiteiten naast elkaar en niet per se de hele tijd weer met elkaar. Dat hoeft ook niet de hele tijd. Nee, maar dat was voor eerst voor ontwaken wilde ik een goede moeder zijn. Was ik altijd bezig met haar. Ja, dat is dus geen goede moeder zo. En kinderen moeten ook leren zichzelf te vermaken. Ik verveel me. Goed zo. Ja. Dat is dus weggevallen, want op een gegeven moment kon ik niet meer. Dan zei ik gewoon, ik heb daar geen zin in. Ik ga nu niet verstoppertje spelen. Right. Ga maar Netflix kijken. Ja, bijvoorbeeld. Dus ja. Als je... Ja. Zet maar een horrorserie op. Nou, ze heeft toch genoeg naar mij gekeken. Dankjewel. Weet je nog? Your job is to be, not to be this or that. It's easy. Zodra ik ga proberen een goede satsanggever te zijn, kan ik er beter mee ophouden. Dat geldt dus ook voor alle andere rolletjes. Ja, maar ik had het ook tegen hun. Ik bedoel, dat ik moest huilen om het feit dat alles gewoon, alle interesse wegvalt in alles, behalve dit. Ja, voorlopig. Behalve zijn. Voorlopig. Voorlopig. Nee, zo gaat dat. En anders wordt het van buitenaf wel geregeld. Ik zei al, Ramana die had helemaal geen zin om de guru uit te hangen. Maar ze timmerden daar zo'n ashram omheen en bleven hem lastigvallen. Hij probeerde 3 keer te ontsnappen, het ging niet. En toen had hij zoiets van, ach ja, de metselaar moet metselen. Ik moet mijn rol vervullen. Is oké. Okay. Dus zelfs als het aan hem gelegen had, had hij daar gewoon lekker een beetje zitten vegeteren. Maar dat mag niet. Dus, no worries. Er zijn altijd anderen die je zover krijgen tot activiteit. Ja, ik ben hier ook gekomen. Maar ja, daarom. Ik was zo verbaasd. Ik was verbaasd dat ik hier naartoe reed. Want 's nachts dacht ik,
ik ga de hele tijd in mijn bed blijven liggen. Ja, exact. Dus zo denken wij steeds dat wij erover gaan. En dat het erover gaat of ik werkelijk voel dat ik iets wel of niet wil. Maar als dat uit elkaar valt, dat hele ik-fenomeen, dan gebeurt er gewoon wat er gebeurt. En dat willen, dat komt dan alleen nog op, eigenlijk meestal in het geval van nee. En dat wordt niet als een los onderdeel ervaren, maar gewoon als de respons van het zijn zelf op een bepaalde situatie. Dus er komt geen ik bij te pas. Ik had nooit gedacht dat ik zin had om met treintjes te spelen en kijk nu. Ik zit met treintjes te spelen of whatever. Of een cursus kantklossen. Want ik bedoel, hè, wie heeft daar nou zin in? Maar het kan zomaar gebeuren dat je ineens opstaat en je schrijft je in. Dus het is gewoon een beetje kijken wat er gebeuren wil. Ja. Los van, doe ik het goed? Of... En over het algemeen, als dat ik-verhaal eruit is, is er een inherente neiging van dit soort aangeklede apen om de dingen gewoon goed te doen. Want dat is heel eenvoudig. Als je iets goed doet, dat is effectiever. Het levert minder ruis op. Dus ta ta ta. Klaar. Dan komt er een nieuwe impuls, ofwel zogenaamd van binnenuit, of doordat er iets aangeraakt wordt, of een appel wordt gedaan. Nou, dan wordt daar wel of niet op gereageerd. En dat gaat allemaal moeiteloos en vanzelf. Dus eigenlijk is dan meer de beleving niet zozeer van ik wil dit of dat, van ik dat observeer dat Hans ineens blijkbaar dat wil. En hoe blijkt dat? Niet doordat hij dat zegt of voelt, maar doordat hij iets doet. Hij zat daar gewoon een beetje te suffen of whatever. En ineens staat hij op en gaat hij stofzuigen. Ja, wat mij opvalt is dat natuurlijk als de identificatie losvalt, betekent niet dat al die patronen er nog niet zijn. Nu zijn ze zichtbaar als geconditioneerde patronen. Mm-hmm. En sommige zijn weggevallen, veel, niet allemaal. En wat over is, wordt dan op die momenten waar ik het net over zei, een soort van verbrand. Dat voel je dan gewoon, ja. Dat gewoon energetisch, dat die mind verdoofd raakt om dingen gewoon ja, te verbranden. Zo voelde dat. Mm-hmm. Yes. Die oude onzin. Yes. En wat ik al zei, er wordt ook nieuwe bedrading aangelegd. Ja. Dus gewoon kalm blijven ademhalen en ja. Het proces zijn gang laten gaan. Ja. Just be. Ja, nee, ik heb niks te klagen. Nou dan. Ja. Er is een soort dizziness. Het is in principe heel eenvoudig. Als er dat wat I am, wat ik ben, mag zijn, dan kan van daaruit gewoon waargenomen worden dat wat zich laat zien gewoon gebeurt. Ook al is het negatief of positief, dat maakt niet uit. Het is een gebeurtenis die gebeurt, mm-hmm, in die grote ruimte. Dus waar maken we ons eigenlijk druk over? En het heeft gewoon een gebeurtenis nodig om dat wat ik ben, dat zich kan uitdrukken. Mm-hmm. En meer is er eigenlijk niet, want er is alleen maar weten wie je werkelijk bent. En dan is het tegelijkertijd leeg en het is tegelijkertijd vol. En het maakt allemaal niets uit, want het gebeurt. Mm-hmm. Maar het heeft een
een tool nodig, zou je bijna kunnen zeggen, om gewoon te laten zien wat er gebeurt. Maar eigenlijk, die tool, die kan ook wegvallen, want het is gewoon wat er gebeurt. Dus we houden toch niks tegen. En we kunnen ook geen toverstokje hanteren, want dan is er het toverstokje en ik. Dat kan nooit niet. Als niemand vragen heeft, dan ga ik nog een paar vragen stellen. Ik merk dat mij opvalt dat er een verschil is tussen presence, dus aanwezigheid, het gevoel er te zijn. I am, dat voel ik hier. Door daarin te verblijven, dat te voelen, dat is optie 1, dat heb ik ervaren. En optie 2 ervaar ik dat ik waarneem dat er het gevoel er te zijn. En dat komt meer van hier. En dit komt meer van hier, zo. Ja, okay. En als ik vanuit hier voel, hier ben, dus eigenlijk gewoon ik hier zit, dan voel ik dat het ook een effect heeft hierop. Dus het lijkt alsof dat meer effect heeft op het organisme. Wat zou jij hierover zeggen, deze twee verschillende ervaringen? Het ligt eraan waar je dat van weet wel. Wat zei je? Dat ligt er aan wat je ervan weten wil. Maar wat het eerste wat opkwam was, laat het versmelten tot één. Het waarnemen, het voelen van dat je er bent. Ja. Want dat is dus wat ik vaak doe als ik dus activiteiten, boodschappen of rondlopen. Dan verblijf ik eigenlijk ook in I am, maar dan natuurlijk niet met ogen dicht of niet alleen. Maar een deel van mijn aandacht is daar. Good. En ik wilde dus met jou aan jou vragen wat beter is. Niet beter. Maar als we tijd hebben om gewoon te zitten zijn, zal ik maar zeggen, gaat het er eigenlijk om dat ieder vorm van onderscheid oplost. Dus eerst is er nog, ik ben me ervan bewust dat ik hier zit of uitgezoomd ben of whatever hoe we dat uitdrukken. Maar op een gegeven moment hoort dat het onderscheid tussen ik en zien of ik en zijn gewoon op te lossen. Want anders is het is prima verder, maar het is dan nog steeds twee. Ja, ja, dus als ik tijd heb om alleen in de avonden, als ik niks noodzakelijks hoef te doen, doe ik dat. Maar als ik op straat loop, is het of naar de mind luisteren, of hier verblijven. Dus dan kies ik dan hiervoor. Prima. Of kies. Ik zie dat dat... Dat heeft een voorkeur. Dat heeft een voorkeur. Nou, bij de ene is dat dit en bij de ander dat. Het maakt niet uit.
Ja, maar als ik naar die mind blijf luisteren, dan blijven die oude patroontjes zich voortzetten. Want er wordt naar geluisterd de hele tijd. De mind luistert naar zijn patroontjes. Ja, dat bedoel ik. Maar awareness niet. Nee, maar wat is dan de toegevoegde waarde van hier verblijven? Waar je ook... Dat heeft allerlei effecten, net zo goed als uitgezoomd zijn. Als mijn aandacht echt daar is, bij het gewaarzijn, luistert het niet naar de gedachten. Het luistert naar zichzelf. Ja, dat is wat ik net bedoelde, met dat je dat observeert. Dat komt vanuit hier. Maar ik bedoel daarmee te zeggen dat als we werkelijk beginnen op te gaan in gewaarzijn, is er geen interesse voor de gedachten. Dus blijven ze ook niet bestaan. Sterker nog, als wij daar de aandacht aan geven, begint die mind af te sterven, zou je kunnen zeggen. Of zijn energie kwijt te raken. Ja, het voelt als een mug die langer dan een paar dagen niet meer heeft kunnen prikken. Dus hij wordt langzaam. Right. Maar hij is er nog wel en hij probeert nog. Yes, of course. Dus je hoort die dingen. Maar de aandacht is daar, dus je hoort het niet echt. Ja, ik hoor het nog wel. Ja, oké, dan mag de aandacht nog meer daar. Ja. Dus wat we vaak doen is van, en dat zijn dus zeg maar ook weer twee vormen van observeren. We kunnen observeren wat er in de body-mind plaatsvindt, wat beter is dan geïdentificeerd zijn. Maar we kunnen ook de blik omdraaien en het observeren. En dan is de interesse in de body-mind meteen weg. Ja. We blijven ons vrij lang, met andere woorden, te druk maken over de processen in de body-mind. Terwijl die zich het beste regelen en uitfilteren en opschonen, if we don't. Maar we hebben allemaal geleerd om die body-mind als meetinstrument te nemen over hoe het met ons gaat. Want dat gaat altijd over hoe ik mij voel. Ik vind het fucking oninteressant hoe ik mij voel. I don't give a shit. Die compleetheid vind ik wel interessant. En basically voelt hij altijd hetzelfde. Of dit ding nou brak is omdat hij maar 3 uur geslapen heeft, of heerlijk uitgerust, zoals toevallig vanmorgen, omdat hij een keer 7 uur kreeg. Ik kan opmerken dat die body-mind zich dan anders voelt, but I don't care. En ik doe er niks meer of minder om. Nee, dat voel ik. Die stilte die dus hier is, die gaat nooit weg. Right. En hoe meer we dus daar de aandacht aan houden, of de andere kant, hoe meer we daar in het midden van het midden zitten, bij wijze van spreken, hoe minder het ons kan schelen wat er precies met die body-mind gebeurt of wat die wel en niet leuk vindt. Waardoor heel veel vasana's en neigingen en patroontjes kunnen oplossen. Dat de aandacht gewoon verschuift. Yes. En het ego houdt zich in stand door steeds weer opnieuw, opnieuw, opnieuw. En als je aandacht krijgt, dan blijft hij doordraaien. Nou ja, als het de verkeerde aandacht is. Want een andere manier om dingen op te branden of te vernietigen is door juist heel bewust de ontmoeting ermee aan te gaan. Wat ik dan bijvoorbeeld doorvoelen noem. Dan breng je daar zo'n intense stroom bewustzijn eigenlijk in, dat het uit elkaar, wel uit elkaar moet vallen. Maar hoe wij meestal rondlopen, dat is meer voor in het algemeen, is in een soort half aandachtige toestand. En dat vindt ego-systeem fantastisch. Daarom heeft het ook het liefste en werkt het beste als we in zo'n, wat ik dan slaapwandelmodus, daar kunnen alle patronen welig tieren en repetitief zijn en steeds beter getraind worden eigenlijk zonder dat we het doorhebben. Ja, want jij zei ook een keer in een satsang dat het ego het beste leeft op schemerlicht. Yes, dus dat in de schemering. Niet in het volle licht en niet in het volle duister. Nee. Nou, daar kan het niet tegen. En daarom houdt het ons de hele tijd in zo'n halflicht toestand. Wat nooit opvalt, omdat bijna iedereen daar zit, dus het lijkt gewoon normaal. Ja, ik vind het alleen gewoon nog steeds apart om te beseffen dat er 2 opties zijn of zo. Hier, dit, vanuit hier waarnemen, zijn, maar ook vanuit hier. Ja, yes. Dat is toch kei fijn. Ja, dus kan je kiezen terwijl je niet kiezen kan? Nee. Heb je toch het gevoel dat je iets kiest? Nu dit. Er is gewoon een voorkeur. Ik heb altijd voorkeur gehad voor dat.
Maar ik heb dit ook geprobeerd, omdat Nisargadatta het erover had. En het worked perfectly. Maar de neiging, de natuurlijke neiging bij mij was om dat te doen. Ja, ik ga ermee experimenteren. Kijk, ja, dat is cool. En wat ik dus ontdekte, was dat als je totaal uitzoomt, ontdek je niets. En als je totaal inzoomt, ontdek je niets. Het zijn gewoon twee ingangen tot hetzelfde. En het ene systeem of in de ene fase heeft een voorkeur voor dit en het andere een voorkeur voor dat. Uiteindelijk valt het in elkaar. Ja. Of houdt het op een onderscheid te lijken. Want ik kan heel goed merken dat, ook al is die neiging er, als de uitgezoomde toestand er is, dat er ook gewoon op het niveau van het organisme vanuit het midden gehandeld en gedacht en geopereerd wordt. Dat dus niks meer eerst naar de hersens getrokken worden of de mind om iets te kunnen zeggen, wat bij de meeste mensen gebeurt. En dus er komt een impuls, die gaan we dan vertalen, filteren, controleren, voordat het eruit mag. Het gaat gewoon... De handelingen komen ook vanuit dat niet bestaande midden. Ja, ik ervaar ook dat ik nu naar jou luister, niet met alleen mijn oren, maar met alles wat ik ben eigenlijk. Yes. Want het wordt soort wel opgenomen, de energie ook. Wat je, niet alleen je woorden, gewoon alles wat uit je komt, dat wordt soort van veel groter ontvangen. Ja, yes. Daar is ook verstaan. Dat is verstaan. Ja, yes. Anders zijn we allemaal alleen maar aan het luisteren. Ja, dat deed ik voorheen. Natuurlijk, daar beginnen we allemaal. Ja. We proberen het te snappen. Maar het is veel meer dan alleen techniek of woordjes. Of, Oké, dankjewel. Thanks.